In ons volgende bezoek van een Mariaal Bedevaartsoord van onze pastorale eenheid van de heilige Martha en Maria zijn wij aangekomen in Drieboompjesberg. En onze lieve vrouw die hier staat is toegewijd aan een ziekte. Het is onze lieve vrouw ter koorts. Als wij koorts hebben door griep of door COVID-19, dan staan wij er ook niet alleen voor. Wij mogen vertrouwen op de voorspraak van de heilige maagd Maria. Wij mogen erin geloven. Onze lieve vrouw heeft vele eretitels. Machtige maagd, lofwaardige maagd, eerbiedwaardige maagd. Deze titels zijn door gelovigen aan haar gegeven, omdat ze daadwerkelijk gebeden heeft aanbevolen aan haar zoon. Maria verhoort ons, want toegegeven, als de moeder iets vraagt aan haar zoon, kan de zoon dan weigeren? Als Maria ons gebed aan Jezus aanbeveelt, kan God dan weigeren? Dit oord Drieboompjesberg is gelegen op een van de hoogste toppen van een groep landduinen. In 1746 was deze plaats het tafereel van de konvooislag tijdens de Spaanse Successieoorlog. Een Engelse officier raakte hierbij zwaar gewond en hij beloofde een kapel op te richten wanneer hij levend uit de strijd zou komen. En zijn gebed werd verhoord. En omstreeks 1750 liet hij hier een kapel bouwen. Deze kapel werd echter verwoest in het jaar 1800 door een grote storm. De kapel werd niet meer herbouwd. Wel werd er dit Mariabeeld geplaatst tussen de lorken. Dit beeldje is nog steeds te vinden hier op Drieboompjesberg. Omdat hier op deze plaats al eeuwen wordt gebeden, leg ik graag het begin van het rozenkransgebed uit. We starten elke rozenkrans met een kruisteken. En u kent dat wel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Want we stellen ons onder de hoede van de drie ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En na dit kruisteken bidden we de geloofsbelijdenis van de kerk. Het is die van de kerk, maar het is ook de onze. En daarom bidden we, ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, enzovoort. Als wij naar onze lieve vrouw kijken en haar aanspreken in het rozenkransgebed, dan eren wij haar met drie titels. Wij zeggen, ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Want dat is de echte identiteit van onze lieve vrouw. Zij is niet alleen moeder van Jezus, zij is ook dochter van God de Vader. Als Jodin behoorde zij tot het Joodse volk. En als bruid van de Heilige Geest heeft zij haar ja-woord gegeven, haar fiat, ja gezegd, om moeder te worden van Gods Zoon. Hier op Drieboompjesberg wordt dit heiligdom verzorgd door de plaatselijke KWB-vereniging. Waarvoor dank. En graag wil ik mij nu in een kort gebed tot Maria wenden. Het is tenslotte hier onze lieve vrouw ter koorts. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O Maria, onze lieve vrouw ter koorts. Zoveel mensen zijn ziek, hebben koorts door virussen, door griep, hebben koorts door angst, door stress, kunnen de koorts van deze tijd moeilijk aan.
geef hoop aan de vele mensen die uw hoop verwachten. O Maria, onze lieve vrouw ter koorts, bid voor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.